Dat is meneertje Frodo. Hij kent nou sinds vandaag voor het eerst wel, heeft hij alweer twee keer op de bank gesprongen. Die kruidnoten, die heb ik al in de pan. Dan heb ik, wat is dit, chocolademunt geld. Ja, hallo lieve vrienden. Zoals jullie zien ben ik dus nog niet opgemaakt, maar dat maakt allemaal even niet uit. Nee. Ik ben ook nog niet aangekleed. En dat om deze tijd. 3:04. Het is 11 november. Het is vandaag Sint Maarten. En ik zou ook als heks voor de deur verschijnen. Hetzelfde gekleed als 31 oktober met Halloween. Waarom ik ook nog niet aangekleed ben, dat heeft heel veel oorzaken. Ten eerste ben ik nog steeds niet beter. Nee, het begint wel al iets te komen. Maar er is iets anders dat ook heel veel van me vergt. En dat is meneertje Frodo. Hij kent nou sinds vandaag voor het eerst wel, heeft hij alweer twee keer op de bank gesprongen. Maar om eraf te komen, dat doet hij nog niet. Nee. We hadden het idee dat hij een beroerte had gehad. Dat weet ik ook nog niet. Ik wil woensdag eigenlijk, als hij nog zo is, want ik hou hem al de hele week in de gaten, hè. En hij is zo'n beetje om de 2 uur is hij wakker, 2,5 uur. Soms 3 uur, maar meestal zo'n beetje 2 uurtjes is meneer wakker. Hè? Dan begint hij te janken in te piepen en te doen. En dan moet ik hem maar weer uit. En dan moet meneer naar buiten, dus dan moet ik hem eraf tillen. Dan moet hij naar buiten, dan moet ik hem in de gaten houden, dat hij niet valt of wat dan ook. Nou, dan moet hij weer naar binnen. Nou, dan laat ik hem eerst, dan doe ik hem de kap af en dan kijk ik of hij water wil of wat dan ook, je weet niet. En als hij al wel drinkt, nou, dan gaat daarna zijn kap weer om, of nog wat eet. En dan loopt hij nog wat rondjes en dan komt hij bij me en dan moet ik hem weer optillen en dan moet hij weer op die bank. Oh, en dan ben je ook gelijk klaar wakker. En 1, 2, 3 naar bed gaan doe ik dan ook nog niet. Dan wacht ik eerst dat hij wat in zijn sluimerpositie is. Dan krijgt hij zijn muilkorf weer om. En dan zegt hij stil moet wezen. En nou ja, dan kan ik pas weer naar boven. Dat vannacht ook. Even zien hoe laat was het. 4:30 was ik alweer beneden vannacht. En om 6:15 ging ik weer naar boven. Maar ja, dan moet je nog mezelf zien in slaap te komen. Dat gaat ook 1, 2, 3 niet. Ja, en dat overdag, vanochtend om 9:50 kwam die weer. Dus ben ik er weer uit gegaan. Maar ik ben nog moe, weet je. Ik wil nog slapen. Maar dan zit je weer een tijdje beneden. Nou ja, toen ben ik weer naar boven gegaan. En vandaar dat ik dus nou nog laat aan mijn ochtendeten ben. Ja. Ik had vanochtend al gegeten, want toen kreeg ik ook zin in wat. Ik dacht, ja, ik eet maar, want je weet het niet. Maar in ieder geval, zo zien mijn dagen er een beetje eruit. Omdat Frodo ook dus zo is. Maar sinds vandaag is hij wel de bank gesprongen, maar hij wilde niet af. Althans, gisteren. Was dat gisteren, hè? Ja. Gisteren, toen kom ik beneden en toen was meneer al op de grond. Ik denk, hé, jij kan het wel. Weet je, maar nou net ook, ik had eten voor hem klaargemaakt. Maar dacht je dat hij kwam? Nee, ik moest hem maar weer optillen. Ja, wat is dit toch met jou? Ja, en ik ben geen hond, ik kan niet in het kopje kijken. Ik ben ook geen dokter, ik weet het niet. Ja, mijn huishoudelijke hulp, Rebecca, die is vandaag niet geweest, die komt woensdag pas. En die wil wel rijden met me. Dus ja, ik ga toch die dokter opbellen en dan leg ik de hele boel uit. En dan, we kennen niet in die tijd dat hij kan, want zij komt hier tussen 11:30 en 12:00. Dan is ze bij me, nou, en dan kennen we gelijk meteen weg. Dus, maar ja, het is afwacht. Ik hou jullie natuurlijk uiteraard op de hoogte.
En ik kom straks alweer retour als ik mevrouw de goede heks ben. Ja, toch? Ja, ik zou zeggen, tot later. Oh ja, en welkom hè. Ja, weer bij een nieuwe vlog. Hoe vaak ik vlog weet ik nog niet, want ik moet me wel weer even op en top voelen hè. Ja, vind ik ook. Want zo gaat het niet. Dit vergt heel veel van me. Zelf ziek zijn, dat vergt wel van je. En dan zo'n hondje nog, die zijn zorg en aandacht nodig heeft, dat vergt. Nou, de katten gaat het goed mee met Ewin en Kandalf. Ja, Kandalf die is net door het raam naar binnen gekomen uiteraard. En die zag dat Ewin aan het eten was. Nou, die heeft ook zijn maaltje gehad, die heeft zijn bakje zo te zien. Nee, niet leeg. Niet leeg. En Ewin zit in de vensterbank achter de bank. En Kandalf zit als gewoonlijk voor het keukenraam. Dus dan weet ik nu dat ook weer even. Ik ga nu een broodje klaarmaken. Ik heb mijn koffie al klaar en ga even lekker genieten. Daarna ga ik vrolijk van Melkorf weer omdoen. Want ik kan anders niet naar boven om mijn eigen aan te kleden. Nee. En dat heeft even wat langer werk nodig. Omdat ik die pruik en die hoed weer op moet. Ja. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, hier zit ik dan, weer als heks zijnde. En ik ben met het snoepgoed bezig voor de kindertjes voor vanavond. Dat ik laat jullie even meekijken wat ik al zo al heb, hè. Ja. En, nou, dat zijn die kruidnoten. Die heb ik al in de pan. Dan heb ik, wat is dit, chocolademuntgeld. Euro's. Dan heb ik nog de munten. De lollies die ik met Halloween mee had. Nog over. Even daar neerleggen. En uiteraard wat er niet kan missen, dat zijn de chocoladekikkertjes. Tweemaal. En dan heb ik er nog Red Band gewone snoepjes erbij. Dat meng ik door elkaar heen. En dan krijg ik ze allemaal een lekkere hand. Lollies erbij. Ja, nou ja, dat wil ik eigenlijk weer in dat tasje doen. En dan mogen ze er een lolly bij pakken. Tenminste, degene dat wat ik nog over heb, zoveel heb ik niet meer over. Nee, hoeveel heb ik nog over? Ik zal even kijken. Nou, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, om precies te zijn nog 10. Dus dat is niet veel meer. Maar het maakt niet uit. We zien wel hoe ik het doe. Dus ja, het is gewoon de leuke geit. Ja toch? Ja, vind ik gewoon wel. Schaartje, ik had er een schaar bij. Dan zullen we dat weer openknippen. Ik zet dan een kleutje in, zag ik. Nou, dat wil niet eens. Dat kan maar verder. Hopla. Zo, dat is 2. Hop, ben je nou helemaal lopen? Nee, ik kan wel niet in het midden. Zo. Hop, schaartje. Even munten erbij. Zo, voilà. Dat ik hem weg even in de goudsteen. Hop. Hoppala, kikkertjes erbij. Nee, ik wil dat in de pan doen. Ja, ik dacht dat. Zo, dan gaat er een stukje snoepjes erbij. Het is wel goed dat ze niet naar binnen kijken. Dan denken ze ook dat meentjes kirewietjes. Ben ik toch ook. Oh, dan ben ik schieten, ben ik ook gek zijn hoor. Ja, zeker. Maar, het wordt al een klein beetje beter. Eigenlijk is het best zo moe. Maar dat komt ook mede dat ik nou Frodo erbij heb. Ja. Zo. Nou, even die mouw omhoog.
Ik heb een t-shirt eronder hoor, want anders is de hals mij ook veel te laag. En nee, daar hou ik niet van. Het is ook geen zomer. Even door elkaar heen. En we stoppen de grote lollies er ook bij, voilà. Zo. Zo. Nee, dit is niet voor jou, meisje. Dit zijn voor de kindertjes. Moet het ik zal zo meteen even wat bijzoeken. Nou, zo, dan kan dat allemaal weg. Dat is een afval. Zo, zo, zo. En wat ik dan altijd doe, is zoveel mogelijk in elkaar. Dat is ruimte besparend. Dat moet je wel open krijgen. Zo knip je hem open en zo plak het weer aan elkaar. Zo. Hou ik hem op. Zet hem in een ander zakje. Nog er wat erbij. Hup. Dan gaan we hier weer in. Zo. En dan gaat het hier weer in. En dat bedoelt Karin dus. Heb ik van mijn moeder geleerd, net als met cadeautjes uitpakken. Probeer je papier heel te houden. Want het kost wel duur genoeg, weet je. Nou, wil ik er niet, maar kijk. Alles in één. Mag vrouwtje er even bij? Ja? Het zit bij de vuilnisbak, schat. Zo. Nou, dan is dat. Oh ja, de deksel moet ik nog hebben. De deksel, die ligt hier al in. Nou, dan heb ik het in mijn soeppan. Vroeger, wat heet, had ik een hele grote bus. Een hele grote. Nou, ja. Ongeveer net zo groot als een vuilnisbak, ietsje kleiner. Daar deed ik een vuilniszak in, wel een schone, hè, hygiënisch dus. Daar deed ik alle snoep in en de deksel erop. En dan zei hun, zoveel, ja, had ik toen ook wel nodig. Zoveel kinderen kwamen er bij ons langs. Maar dat was niet hier hoor, nee. Nee, dat was ergens anders. Het was in Friesland. Ja, Friesland, Boppen. En waar zet ik de pannen neer? Nou, ik heb in de brievenbusmandje, hekel van de deur af, heien. Dat mandje heb ik weer in het mandje gedaan wat aan de kachel hangt. En daar gaat de pan in. Ja, ja echt. Ik lieg niet hoor. Nee, hij is trouwens zwaar. Ja, o jee, dat red ik zo niet. Even naar beneden. Even, wat sta jij daar hoog? Mag dat? Ja, ik weet dat precies wat je wilt. Achter de televisie langs, maar dat gebeurt daar niet. Nee, mag niet. Nee, ik neem jullie even mee, laat ik het jullie gelijk even zien. Zo, deurtje open. Voilà, 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 voilà. Kijk, aan de deur hangt altijd een mandje. En dat is, dan wil dit weer niet, nee, zal je altijd beleven. Dus dit mandje, gewoon een rollatormandje. Maar daar zitten geen beugels aan, dus die heb ik daar wel. Maar nu heb ik hem in het mandje waar wel beugels aan zitten. Ho. En daar gaat de pan gewoon in als het lukken wil. Ik weet niet hoe ik dat moet hebben. Zo, lukt dat zo? Ja, moet lukken even. Kijk, zo. Nou, en dan pak ik mijn sleutels. Andere kant.
achter die stem. Nou, zeg. Daar, even de deur, even zo vast op slot. Waarom wil mijn stem niet zo goed? Die moet daar ook niet staan. Anders kan de deur nog niet open. Zo. Ik zet jou aan de andere kant neer. Zo. En dan doe ik de sleutel weer mooi terug. Hopla. En dan doe ik weer een hoekje op. Zo, en dan is dat ook klaar voor vanavond. Voordat ze komen. Want een hoop begint al voor etenstijd. Wanneer het net een beetje donker begint te worden. Vooral de kleine kindertjes. En dan kunnen ze aankloppen. Ze weten dat de bel niet doet. Dus ja, toppie toch? Nou, dan gaan we aan de koffie. Neem jullie ook een bakkie? Ik drink helemaal zwart. Dus als jullie hier op visite komt, of ik kom bij jou op visite, drink ik helemaal zwart. Ja. Verder is niks erin. Nou, en dit is mijn beroemde tasje weer. Kleurt weer helemaal leuk, mooi bij me. Toch? Ja, vind ik van wel. Ja, poesebeestje. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Probeer ik ook te doen. En ik zweet met apenzuur. En ik heb geen koorts hoor, nee. Nee. Nou, daar ligt Frodo, zoals jullie wel zien. Eeuw in de bovenop, geloof ik. Nee, daarnaast. In de vensterbank. Zien jullie dat? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 3:05. We leven alweer op 12 november. Dus ja, de 11e Sint Maarten is alweer achter de rug. Ik heb eventjes moeten wachten tot ik naar bed toe kon gaan. Vanwege Frodo. Kijken of hij rustig is. Nou, hij is rustig. Het smelkoren valt om. Ik zal het jullie even laten tonen. Kijk. Daar ligt meneertje. Klaar voor de nacht. Hé? En baasje houdt uit de hemel de wacht, hè? Ja, nou. Ja, hij denkt ook, laat me maar gaan. Ja, nou, dat doen we dan ook maar. En dan ga ik het licht aan doen. Kachel is al gelukkig uit. En dan kijk ik ook nog een beetje toe. Ja, ben ik wel aan toe. En hoe laat ik straks weer kom? Ik kan 2 uurtjes wezen. Het kan 1 uurtje wezen. Ik weet niet hoe lang ik mag blijven liggen. Maar in ieder geval, dan begint hij weer te piepen en te janken. En dan kijk ik weer naar beneden. Ja. Maar oké, hij is mijn wekker. Ik hoef niet eens deze te zetten. Mijn andere mobiel die ik altijd bij me heb. Hier film ik nou mee. Dit is mijn oude camera. Dit is mijn nieuwe. Althans, nieuw. Hij is alweer bijna 1 jaar oud. Maar dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, ja. En hoe later op de avond, we laten stem ook weer wat in de steek. Kan ik ook niks aan doen. Nee, dat heel wanneer je de griep hebt en dat die je nog niet met rust wil laten, kan ik ook niks aan doen. Maar ik zou wel zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Ga ik ook proberen te doen. Mits meneer Frodo er niet gaat komen. Ja, en anders ja, dan slaap ik morgen overdag ook weer een aantal uurtjes. Wanneer hij slaapt, slaap ik. Wanneer hij wakker is, ben ik ook wakker. Dus ja, merendeels ben ik dan overdag ook in mijn pyjama. Vandaar dat ik vandaag ook, tenminste gisteren alweer, in mijn pyjama online kwam even. Op de film, op de vlog. Maar dan kan de pret niet boeien. Nee, we gaan proberen weer door te gaan en de boel weer een beetje op te pakken. Ik heb voor vandaag een Sinterklaasfilmpje voor de jeugd, voor de kleintjes onder ons, gemaakt. Gewoon plaatjes gemaakt die ik al had en nieuwe plaatjes erbij met muziek eronder. Ik krijg van YouTube wel weer mijn sodomieten van dat het muziek is van een aantal jaren geleden, et cetera. Maar dat boeit niet. Het gaat mij om de kleintjes. Ook die mogen genieten. Ja, toch? Ja. Zeggen tot later, lieve vrienden, en geniet verder van jullie nachtrust. Doei, doei.